gebeurt met mijn Ferrari? De politie vraagt aan mij hoe hard ik met mijn Ferrari heb. Je bent niet dat antwoord verplicht. En je hebt recht op een advocaat. Okay. Nou mensen, we moeten de politie volgen. Nou mensen, welkom bij de volgende vlog. Daar rij je hier met de Ferrari. En achter ons is de RS6. Kijk maar even het spiegeltje. En de RS6. Wij zijn nu onderweg naar Rotterdam Heemraadsplein. Het is vandaag veiligheidsdag van politie, ambulance, brandweer, handhaving, eigenlijk alle hulpdiensten zijn daar. En wij zijn ook als gast uitgenodigd. Dit wordt vet. Allemaal politie, zie je. Er worden al welkom gegeten, je moet daarheen, linksaf en dat soort dingen. Ja, dit is gewoon geweldig. En dat vind ik echt leuk. Even bellen. We gaan even bellen met een agent. Stafade. Jamal Abbe, hallo, goeiedag. Goeiedag, ben je er? Ik ben er. Ik loop naar buiten toe, waar sta je? Ik sta nu eigenlijk op de stop al een beetje richting jullie op. Ik werd al een beetje door je collega's doorverwezen. Even kijken. Ik kom naar je toe. Nou, geweldig, Abbe, tot zo. Yo, hoi hoi. Nou, wordt opgehaald door de politie. Maar dan niet op de bak in te gaan, maar gewoon opgehaald. Leuk dat je er bent. Hallo Kim. Hi. Hi. Kim. Aangenaam. Goedendag. Wat een dikke auto's. Nou, eigenlijk moeten wij een keertje ruilen, hè. Ik vind die auto's nog dikker. Nou. De zwaailampen dan op zijn dit. Als je daar nou even van die streep op knalt. Kunnen we gaan ruilen. Dan doen we ruilen. Knallen jullie de strepen erop? Op die? Ja. En dan rijden. Ja. Zo Dubai police. Ja. Ja, maar dan moet je eerst even toestemming vragen aan communicatie. Ik denk dat dat een geweldig idee is. Moet ik dat doen of doe jij dat? Doen jullie dat? Ja, dat doe ik. Oh, geweldig. Zeker. Mensen, dat gaat leuk worden. Ja, dat wordt heel vet. Politie, Ferrari, blonde meid achter het stuur. Oh, wat willen we nog meer in Nederland? En een krappe Turk. Ja, het is wel. Ja, maar dan moeten we even kijken of ik dat doe of jij. We zijn wel echt mooi, man. Dank je. Heel vet. Zal ik even daar het dakje van open gooien? Ja, ik vind het echt heel vet. Of wil jij dat even doen? Nee, joh, nee, ik raak niks aan, ik maak alles stuk. Hé, hey, maar de kinderen die jij aanwijst, die kunnen ook gewoon instappen, hè? Ja? Ja, tuurlijk, joh. Ja, we zijn er toch jammer aan. Doe jij deze, doe ik die. Dat is nou die RSC. Ik heb er al een paar in beslag genomen, dus ik weet hoe het werkt. Kijk, ik ben benieuwd of dit goed gaat. Politieagent in de RS6. Zo. Wil jij deze RS6 doen? Nou, dat niet ook hoor. Dat is echt niet. Nee? Nee, maar. Zeg, we zijn niet hoor. Zometeen dan, ik weet, waar wil je hem überhaupt heen hebben? Geen idee, achter de maan. Dan zou ik het zeker doen. Kom. Wat jullie doen? Nou, ik denk dat ik hem kapot rijd, maar ik heb het best wel... Het is gewoon een automaat. Dat is dat knop. Hoor dat geluid dan. Wow. Deze hendel, als je eraan trekt, alle twee tegelijk, dan gaat hij eens in neutraal. Dat is neutraal. En als je rechts trekt, gaat hij eens in. Let's go. Oké, maar die hoef je alleen maar te trekken. That's it. Maar hij staat nu al gewoon om te... Ja, om te rijden. Gaat dit wel goed? Ik zou mijn god niet weten. Mensen, wat gebeurt er met mijn Ferrari? Die wordt in beslag genomen. We kunnen hem hebben. Oh jee, oh jee. Oh jee. Ferrari weg. Deze? Ja. Nou, nee schatje, ik ben nog wel een vrouw, maar ik heb dat nog wel. Het was zo close. Nee, you were fire. Oh je kan! Baby, you are this close to being single! Hoe lang heb je hem al? Ik heb hem nu meer dan anderhalf jaar helemaal af. Okay. Hij had toen had hij 800 km op de teller. Niks. Nee, dit is de M-versie van de Portofino. En hiervoor had ik de normale Portofino. Deze is iets sneller. Iets. En hoe hard ben je er mee gereden? De politie vraagt aan mij hoe hard ik met mijn Ferrari heb. Je bent niet dat antwoord verplicht. En je hebt recht op een advocaat. Oké, zal ik een advocaat even inschakelen? Nee, in het buitenland heb ik er echt heel snel mee gereden. En wat is heel snel? 355. Was je niet bang? Je zet er expres bij buitenland, hè? Dat zeg ik, ja, uiteraard. Okay. Ja, nee. Maar mensen, respect voor blauw.
Wel altijd eerlijk en oprecht blijven binnen de kaders. Oh, dit lijkt nu toch echt zo'n ingestudeerd stukje. Ja, hebben we ook gedaan. Dit lijkt toch echt een partijnep hier al. Ja. Hoe is je niet bang achter de studie? Hij kon sneller, maar dat was mijn echte punt van, joh, stop nu. Hij komt sneller. Wat is de max? Ik weet niet waar die is. Weet niemand. Nee? Nee. Iemand durft te hard te gaan. Nee, daarom je wel over. Dat is BVO. Ja. Hij staat niet netjes. Kijk maar, hij staat niet in lijn. Nee, je hebt een sleutel. Je hebt geparkeerd. Ja, maar nee, de RSS is van mij. Ja, maar doe maar. Nee, ik doe het straks. Nee, nu. Maar kijk, ze zijn eigenlijk aan het ruzien wie hem eigenlijk in beslag gaat nemen. Hebben jullie dat in de gaten? Wie gaat nou welke in beslag nemen? Ik heb die RSS, ik vind het prima. Mooi familieautootje. Oh, kijk dus. Ik heb een kleine thuis, dus dat is makkelijker dan een 2-zitter. Heb je het in de gaten dat ik lach als een boer met kiespijn? Maar dan krijg jij van ons die mooie B-klasse. Hebben we een mooie deal. Niet eens de Audi. Nee, je krijgt die B-klasse. Oh, had je niet op mij? Hey, wat voor voertuig is dat? Dat is een Bearcat, die is van de arrestatie. Ja? Ik kan even vragen of we erin kunnen kijken. Hey, dat zou echt... Ja, echt. Oh, dat was gewoon 10 maanden celstraf, hè? Ja. Ik stap op zijn voet. Helaas, we mogen er niet in kijken. Het interieur van de Bearcat is zeer geheim. Dus vandaar okay. We hem alleen van buiten mogen zien. Niet, okay. Niet gebruikt wordt. Ik heb hem nog nooit in actie gezien. Maar dat is eigenlijk alleen maar goed. Dat is alleen maar goed, ja. Inderdaad. Ik wou net zeggen, Jamal, dat is alleen maar goed. Nou, mensen. Dat is de Bearcat. Dat is een voertuig wat gebruikt wordt door het arrestatieteam. Alleen, dat is ook logisch, hè. Het is geheim wat daarin zit, dus we mogen er niet in. Dat respecteren we ook. Ik heb nooit in actie gezien, zegt Jamal Abu. Ik ook niet, en dat is alleen maar goed. Maar blijf kijken, hè. Er komen nog leuke dingen aan. En abonneren, Jamal Abu volgen. Je hebt er geen Jamal op TikTok. Hoppa! Hoe lang zit je al bij de politie? 16 jaar. Zo. Ja? Heb je het gehoord? Je houdt geen 16 dagen vol bij mij. Mensen houden 16 jaar vol. Hè, cameraman? Ja. Serieus? Ja. Hoe ben je begonnen? Eigenlijk beginnen waar iedereen begint. Dus ik heb mijn AVO-diploma gehaald. En toen was ik 17, dus toen mocht ik nog niet starten bij de politie. Toen ben ik gaan werken achter de kassa, totdat ik 18 werd. Nee. Toen ben ik gaan solliciteren en toen met 3 maanden van mijn opleiding. Oh, vet. En gewoon echt ook op straat begonnen? Ja, want je begint eigenlijk... Nee, je begint op school en dan ga je 3 maanden om 3 maanden, toen nog in mijn tijd, want dat is natuurlijk 16 jaar geleden, dan ga je 3 om 3 ga je naar school en dat heeft 4 jaar geduurd. Ben je ook van plan om altijd op straat? Want als ik jouw filmpjes zo bekijk, dat maakt jou ook gelukkig, dat is wat ik zie. Ja, dat is het mooiste, het allermooiste. Ja, toch? Ja. Er is geen mooie beroep gewoon, echt, dat is niet. Ja, waarschijnlijk heel veel mensen die zullen nu denken van nee, dat is niet waar, nee, maar dit is echt het mooiste beroep van de hele wereld. Ja. Ik kan me daar echt wel iets bij voorstellen, want je moet op zijn tijd moet je eigenlijk een beetje, je moet charisma hebben, want je straalt de staat uit. Ja. Je moet lief kunnen zijn, ja. Je moet hulp bieden. Ja, dat vooral, die je nu noemt, je bent een hulpverlener. Want ze denken heel vaak dat wij achter bomen staan, lezen, bekeuringen, maar het draait om hulpverlening. En vooral ik mag ook jeugdagent zijn, dus ik hou me echt bezig met jeugd. En je ziet heel veel jeugd die hulp nodig heeft. En dat vind ik belangrijk. Dat je thuis gaat het niet goed, op school gaat het niet goed. En als je ze dan kan helpen, vind ik het mooiste. Ja, echt. Ik zeg ook altijd, hè, ook tegen mijn kinderen, altijd respect voor blauw. Want als jij s'nachts met problemen zit en ik ben gewoon aan het werk in Groningen, aan het sporen, dan kan papa er niet zijn. Wie bel je dan? Die vraag je dan om hulp. Ja. En dan bel je de politie. Ja. Snap je? En dan moet je niet lullig gaan doen omdat je een boetetje krijgt voor je telefoon vasthouden of geen gordel. Gewoon je mond houden en leren incasseren, accepteren. Maar het is ook je eigen keus. Bingo! Want ik zeg altijd als je te hard rijdt, ik zit niet op jouw rechterbeen te duwen hoor. Nee. Je doet het zelf. Eens. Dus ja, respect voor blauw, respect voor kind. Zou ik een keertje mee mogen met jou een halve dagje of zo? Ja hoor. Gehoord? Wij gaan een keertje mee met kind. Zeker. Waar? In het noorden of? Nee, ik werk in Amsterdam en dan in district Zuid. Dus dat is het zuidelijke deel. Ja. En dan in Amsmeer uit Horen. Dus dat is bijna niet bij Schiphol. Ja. Ik ga echt heel graag een keertje mee. Want ik ben gewoon echt benieuwd. Hè, want daarmee wil ik eigenlijk ook een beetje mensen laten zien waar jullie helemaal tegenaan lopen. Ja. Het is, mensen zien alleen maar net wat je zegt, hè, dat lezen of de bekeuring of dit of dat.
En daar zit gewoon een hele apparaat achter. En waar we eigenlijk met z'n allen trots op moeten zijn in een rechtsstaat als Nederland. He, je hoort altijd van, ja, maar kloten dit, kloten dat. En zien alleen maar de ja, maar er is ook echt wel heel veel respect hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. Oprecht fijn om te horen. Wat ik hier allemaal op straat tegenkom, ze hebben echt ontzettend veel respect. En als ik de jeugd zie, en of het nou 18-jarigen zijn, 16-jarigen, ze praten allemaal met u. Ze zijn echt wel heel okay. Blij. Heel cool. Nou, dan ga ik ook graag meemaken een keer. Ja, dat is zeker. Deal. Ik ben echt welkom. Ja, afgesproken. Ja. Ik zie hier pepperspray, een taser, wapenstok, een wapen, verlichting, zonnebril, GoPro, portofoon. En jij past wel heel erg goed. Wat? Patronen. Patronen. Extra. Extra. Wat weegt dat nou allemaal? Oh ja, handboeien. Handboeien. Als je gaat kijken naar het uniform en je hebt dan de schoenen, de koppel en het vest, dat is ruim 10 kilo. Jeetje. Ja. En dat moet je de hele dag bij je dragen. Ja. Wow. Mensen, nog meer respect. Ja, ze ruim 10 kilo. Ja. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, door de manier waarop het verdeeld is, loopt het wel, het loopt wel veilig. Okay. Dus het is niet, tenminste, ik heb er niet heel veel van. Okay. Snap je dat wij dan ook, als dan de stoere mannen op Nike zeggen, je rent mij er niet uit. Ja, logisch, want ik heb 10 kilo extra bij. Ik wil het zeggen, kijk wat een attribuut hier. Ja. Hey, maar, ja, dat kan met Glenn. Apart. Nee, dat zou jij ook kunnen. Zijn gezicht is alsof het gesproken. Gaan we dat een keertje proberen? Ik denk dat in de comments, laat even weten. Ik denk dat hij mijn koppeltje niet past. Laat even weten in de comments, hè. Of je mij heel graag wil zien. In een uniform. In een uniform samen met jullie. Kijk. Dat is wel waar. Dat je. Wat heb ik gehad dan? Oh, ga eens even. Dat is mijn bots van school. En dit was niet van school. En waarom mag ik jou arresteren? Dit is een kogelvrij vest. Dit is een kogel- en steekvrij. Jij bent iets breder dan ik. Alleen dit al, jongens. Echt. Wat is goed smaak. Ja, zit hier nou zand in? Of? Nee, dit is Kevlar. Ah. Heel apart. Yo. Mensen, echt. Weet je, je hoort wel hè, wat Kim net ook zei. Hè? Je rent mij er niet uit. Ja, vind je het gek. Al die attributen, 10 kilo. Mensen, het is gewoon de hele dag sport is dat. Hè? Gewoon, ik ben aan het werk, maar zijn tijd ben ik gewoon aan het sporten. Oh man. Is hij zwaar? Hij is echt zwaar. Dat is bijna mijn hele gewicht, hè? Nee. Maar dat ding is... Dat is zwaar, man. Ja, echt zwaar. Zo, als je hier moet rennen, gek. Ja, want dan heb je de rest nog niet, hè. Ja. Oei, joh. Ja. Zo, dit is echt wel... Je voelt het echt wel, man. En de schoenen natuurlijk. Hadden jullie ooit verwacht? Nee. Rems zijn blauw. Dat is nice, man. Als je een carrière switch wil maken... Dan weet ik waar ik moet zijn. Hé, hey Lorenzo. Je moet hem wel uitdoen, hè, nu. Ja, maat. Ik ga hem nu meenemen. Dat snap je zelf ook wel. Nee. Je die van mij meenemen. We hebben er nog heel veel zitten. Ja, hey, dit is een sportieve radio. Ik kijk even of ik nog één zwaarder heb voor. Wee, joh, dat is zwaarder. Je moet die van wanneer je pot hebben, die moet je pakken. Ja, jullie praten te veel onzin. Later, man. Weet je welke ontzwaarder zijn die wanneer je pot hebben? Ja, het zijn van die met dikke camera. Ja, maak even een foto. Jazeker, kom. Hoe weet jij? Deze is als we. Nee. Dit is mijn hele. Dit is mijn hele gewicht, gek. Wat is dit? En nou rennen. Maat. Hey, gaat ze rennen als vorige keer? Ja, absoluut. Die hou je nu wel bij, toch? Jawel. Wij lopen hier rond en sommige agenten zeggen ik wil niet op beeld. Ja. Respect daarvoor, hè? Hebben jullie als politie hiervoor speciaal toestemming voor moeten vragen om TikToks te maken bij communicatie? Ja, voordat we een social media account aanmaken, moeten we eerst met een goed plan komen bij onze leidinggevende en bij communicatie. Anders gaat iedere politieagent een account maken. En al onze politieaccounts die zijn ook geverifieerd. Dus als jij zomaar een politieaccount maakt, dan kunnen wij intern zien of het een echt account is van ons. Of dat het een neppert is. Oké. Dus ja, ik snap. En terecht. Dus mensen? Natuurlijk. Weten we dat ook gelijk? Wapens zijn ook. Jullie mogen zeker wat zeggen in de vlog. Berkay, kom. Wat wil je zeggen in de vlog? Volg deze man en volg mij op TikTok. Wat is jouw TikTok? Zeg het. Hira GZL010. Mensen, volg Hira GZL010. Ja. Hey, tik hem aan.
Ja, maar wat wil je zeggen? Volg deze man en volg me op TikTok, de enige echte Marokkaan. De wat? De enige echte Marokkaan. Oeh, mensen, de enige echte Marokkaan. Jullie niet? Oké. Okay. Ja, meer doet hij niet. Andere pedaal, zijde pedaal, ja. Ja, we zijn hier op de veiligheidsdag, zoals jullie zien. Hè. Hartstikke druk. Heel veel leuke dingen voor de kinderen. En ja, dit is gewoon gaaf. Handtekening. Foto is toch goed? Handtekening. Zal ik er Mr. Vaas bij zetten? Jij bedankt. Mijn eerste handtekening. Ja, man. Wauw. Ik dacht dat foto voldoende was, maar... Dat dacht ik ook, maar blijkbaar niet. Oké, okay, apart. Nog één. Wow. Oh, sleutel. Alarm van de RSS ging af. En meteen zag je gelijk 10, 12 van die politieagenten gelijk omhoog springen van wat gebeurt daar. Dus ik zei van, nee mensen, niks aan de hand, niks aan de hand. Weet je, het is echt leuk dit, mensen. Weet je, het is onderdeel zijn van het bekendmaken van hulpdiensten. Ja, weet je, kijk, brandweer, ambulance, politie, alles heb je hier zo. Het is gewoon echt respect voor iedereen, weet je. Respect voor alle hulpdiensten. Hey, wat was dat? The fuck, man. Maar je laat er ook in zo'n groep. Oh, hij is daar. Maar kijk hem daar zitten, Vuile schmier. Vuile schmier. Echte vuile schmier, ja. Man. Ik hoop niet dat het dadelijk in je auto valt. Hij is dak open. Hij laat dak open in de boom staan. Mensen, een politieagent op de motor hebben die vaak gezien. Ik ook. Maar kijk eens wat we hier hebben. Een hele leuke dame als politieagent. In de mannenwereld. Jij zegt het. Ja, weet je, want ik zie dit voor het eerst en denk van wauw, gelukkig, eindelijk. Ja. Weet je, ik zeg ook altijd respect voor blauw, maar dit vraagt nog meer respect. Vind je? Ja, vind ik wel. Het ziet er ook echt hartstikke stoer uit. Dankjewel. Het is maar, ook hartstikke leuk om te doen. Dat denk ik wel, hè, want hoe voelt dat nou als jij, wat voor reacties krijg je als je iemand bijvoorbeeld even staande houdt voor een controle? Goeiedag meneer, is vaak het eerste. En dan gaat die klep omhoog en dan, oh sorry mevrouw. Dat ja, is de eerste reactie. Ja. Oh wat gaaf. En jij bent hier om hem zo meteen weg te rijden? Ja, klopt. Ja. Dat willen wij. Dat mag hè? Ja hoor. Nou echt, altijd al respect voor blauw. Maar dit is echt leuk om te zien. Dankjewel. Dat meen ik echt. Thanks. Ja, nou ik zou zeggen, werk ze zo meteen. Dank je, komt goed. Veel plezier jullie nog. Ja, dank je. Ga je nog een wheelie trekken? Nee. Zeker oh nee, jammer. Nee. Nou mensen, wij moeten de politie volgen. Kijken wat er allemaal gaat gebeuren zometeen. Het is niet de eerste keer. Nee, inderdaad, het is niet de eerste keer. Stop politie. Dat er dat bordje aan de achterkant is. Kijk eens wat we allemaal doen, man. Dit doen wij nooit. Dit soort fratsen halen wij nooit uit. En nu mogen we dat, omdat we achter de politie aanrijden. Dat we nu gewoon vrijwillig achter de politie aankomen. Inderdaad, we zijn vrijwillig achter de politie aan. Nou, wat gaan we eigenlijk doen? Gaan wij racen of niet? Ik denk dat wij wel racen. Denk je dat ze durven? Dat ze dat durven? Ik ben benieuwd inderdaad of ze dat durven. Dat is de vraag eigenlijk. Ja, hè? Oeps. Bijna achter op de politie. Zo, dat zou kloten zijn. Oh, maat. Dat je gewoon even de Audi van de politie in elkaar rijdt. Oh, joh. Wat zou dan het gevolg zijn, denk je? Het is dat we die politieagenten nu kennen, hè? Ja. Dat scheelt. Tot hoe laat blijft u hier? Wij gaan er zo van door, denk ik. Mag ik weg of moet ik nog blijven? Hallo, ik ben Lira. Hoi. Mag ik op een vlog? Mag ik? Jazeker. Hallo. Nee, mag ik een foto? Wil je ook op vlog? Hij is snel. Wij zijn friends! Ja, we gaan de vlog afsluiten. Nou,
Mensen, ik wil eigenlijk erg bedanken dat je hebt gekeken en geabonneerd hebt en de bel aangezet. Vergeet niet om Jamalab ook te volgen. Ik wil eigenlijk Jamalab bij deze ook echt oprecht bedanken voor dit hele leuke middag. Jij bedankt. Echt geweldig. Dankjewel. Wij gaan nog een dagje mee met Jamalab. Dus volg ons. We komen hele leuke dingen aan. Zeker weten. Tot snel.